Hoi, ik ben Wendy en dit is mijn hond Sun. Vroeger was ik profhandbalster. Tegenwoordig ben ik ortomoleculair voeding en suppletiedeskundige, schoonheidsspecialiste en geef ik personal trainingen. Eigenlijk zou ik mezelf het beste omschrijven als anti-aging specialist. Dit is mijn moeder, Joke Smits. Haar hele leven lang heeft zij gesport en gedanst. Na het overlijden van mijn vader kon ze dit nog een tijdje volhouden, maar uiteindelijk kwam ze in een burn-out terecht. Stress doet veel met een mens. Vooral als je het lichaam dan niet goed onderhoudt door middel van voeding, mindfulness, leven en bewegen. Jaren gingen voorbij, kilootjes kwamen eraan en ze is nooit helemaal uit de burn-out gekrabbeld. Sterker nog, ze voelt zich niet happy en wil het roer omgooien. Ik ga haar hierbij helpen. 10 weken lang zal ik mijn moeder begeleiden op het gebied van voeding, sport en wellness, zodat zij weer letterlijk en figuurlijk lekker in haar vel komt te zitten. Dit is Operatie Transformatie. We zijn in week 5. Ben je er klaar voor, mam? Nou, ik weet niet. Ik zie fiets en ik ben benieuwd. We gaan run bike runnen. Oh mijn hemel. Ik vind het joggen toch leuk? Ja, joggen, maar fietsen minder. Gaat er nu toch bij horen. Oké. Daar gaan we. Deze aanzet. Ja, ik ben trots. Ik ben echt trots. Hartstikke goed bij. Lekker getraind. Ja? Ja. In het kader van Valentijn, want ja, over een paar dagen is het Valentijn met heaps of chocola en weet ik het allemaal voor lekkernij, hebben wij besloten gezonde varianten daarvoor te maken. Een Valentijn smoothie en heerlijke chocola die mama al altijd maakt. Maar we gaan die recepten nu aan jullie draaien. Oké. Okay, dan gaan we eerst de cacaoboter met de kokosolie. Die gaan we smelten, maar dan in een alpenmarie, zodat het helemaal glad wordt. Daarnaast maak je iets klein. Die gaan in een keukenmachinetje, klein of groot, maakt niet uit. En daarbij gaan de noten. En die malen we fijn, omdat het niet helemaal een pasta is, maar nog, dat je nog kleine crunchjes van noten ziet. Als je de cacaoboter en de kokosolie gesmolten hebt, ga je heel rustig aan de cacao met een garde mooi glad maken. Niet alles in één keer erin gooien. Klein mespuntje vanillepoeder, ongezoet. Gaat er ook in. Dan heb je ook nog een heel klein snufje zout. Aan de roeren. En daarna komt de massa erin van je dadels en je noten. Het is altijd een beetje gedoetje. Dat ga je een beetje loskoppelen van elkaar, zodat het een beetje verdeeld wordt. En dat je later een hele crunchy bite krijgt met alles erdoorheen. Wij gebruiken nu gedroogde frambozen, sesamzaadjes en pistasnoten. Maar de topping kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan gedroogde aardbeien. Dan is hij klaar en dan gaat hij naar de koelkast. En dan stijgt hij ongeveer, nou ik denk, 2 uurtjes. Voor de Valentijnsmoothie hebben we nodig 2 sinaasappelen, een paar wortelen, winterbenen,
een paprika en twee bietjes en wat bevroren mango. Als eerste gaan we van de sinaasappels en de wortels sap maken. Met de sinaasappels is heel handig, eigenlijk heel simpel. Dat doe je gewoon met een pers. Voor de wortels heb je wel een juicer nodig. De paprika snij je in kleinere stukjes. Zo. Sinaasappelsap. De wortelsap. De mango en de bietjes. En aangezien ik van een lekkere bite hou, doe ik er nog wat gember in. Je ziet dat de kleuren passen allemaal een beetje bij elkaar. Dus rood, geel, oranje. Mooie kleurencombinatie. Zolang je bij kleur houdt, wordt een smoothie eigenlijk altijd wel lekker. Komt-ie. Je ziet het, hij is precies voor twee personen. We zitten in week 5 en we gaan vandaag, mam, lekker balspelletjes doen. Oh, dat vind ik altijd leuk. Ja, dat vind je altijd leuk, hè? Ja. En volgens mij, ik kreeg vanmorgen een appje met heel goed nieuws. Ja. Ik heb de 72 aangetikt, maar goed, wel 72,9, maar toch. Weer afgevallen. Weer afgevallen, die 3 is weggepoetst, dus gaat hartstikke goed. En als je bij de 70 komt, heb ik een leuke verrassing voor je. Oh, nou, dan ga ik voor mijn best doen. Goed je best doen, ga nu lekker mee. Ga naar het Beatrixpark. Oh, was hem weer. Heerlijk. Lekker hè? Even ja. Balspelletjes. Ja, dat is heel leuk. Nou, goed zo, dan gaan we lekker naar huis joggen.